Na het interview, dat morgen in het magazine verschijnt, zingt Lenny Kuur op verzoek het winnende lied van destijds, De Troubadour. De song en haar stem hebben een halve eeuw later niets van glans en magie verloren. De Troubadour is een voorspelling van mezelf geweest. Ik herkende mezelf in de Troubadour, zegt de zangeres, refererend aan de tekst. Hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek, hij maakte blij, melancholiek. De Troubadour ging rond om zijn verhaal te vertellen. Dat doe ik ook, nog steeds. Uur toert samen met Reinier Voet, gitaar, en Mischa Kool, bas, door het land om wekelijks zo'n 3 keer op te treden. Ze geeft op 29 maart 2019, de dag waarop zij 50 jaar geleden het Eurovisie Songfestival won, een concert in het Eindhovense Muziekgebouw. Daar wordt ook haar nieuwe cd gepresenteerd. En uiteraard ga ik ook de Troubadour zingen, lacht de zangeres die haar winst destijds moest delen met Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De vier landen eindigden met 18 punten gezamenlijk bovenaan, maar Nederland mocht na loting het volgende songfestival organiseren.